Willkommen, liebe Zuschauer. Willkommen, beste kijkers in de Panorama Filmstudio. Vroegseksualisering staat vandaag op het programma. Wie wil het, waarvoor zal het goed zijn en vooral waar komt het eigenlijk vandaan? In de studio zijn bij mij als gast geschiedenisprofessor Michel Vogt en dokter Claudia Haunit. Panorama Film staat voor ethisch-moreel hoogwaardige films. Daarom geen gemakkelijke opgave. Alle feiten, feitelijke toedrachten en onhoudbare praktijken rondom dit thema zo open uiteen te zetten zoals bij deze documentatie werd gedaan. Alleen al het noemen van de meest verschillende vormen, aldus Ivo Sasek, draaiboekauteur en producent van deze film, grenst aan immoraliteit. Omdat evenwel de indruk overheerste dat al deze dingen zich ook nog wereldomspannend zullen doorzetten, wanneer ze niet nietsontziend en vroegtijdig openbaar gemaakt worden, heeft Panorama Film toch voor deze ongecensureerde publicatie gekozen. Wij wensen u zodoende geen kijkplezier bij deze film. Gest u daarom vast en vormt uw eigen mening. En bilden ze zich ihre eigene mening. Maar in ieder die een deze kleine die in mij geloven tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. Zie toe dat gij niet één dezer kleinen veracht, want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Het is steeds degene die de mensheid onderwijst die er macht over uitoefent. Onze kinderen staan onder toenemende machtsinvloed van opvoedingsdirecties, leraren en sedert kort ook zogenaamde seksueelpedagogen van buitenaf. Aan welke bronnen zijn ze eigenlijk precies ontsproten? Wie zoekt, die zal vinden. Door de overtuigende woorden en werken van Jezus kwam het tot een nieuwe tijdrekening. Weten de hedendaagse leraren nog wat ze doen wanneer ze in weerwil van zijn massieve waarschuwingen, nu alle minderjarige kinderen al op de prilste leeftijd seksueel voorlichten en seksueel stimuleren, kortom vroeg seksualiseren willen? Zijn de in zwang komende seksuele deskundigen competenter dan Jezus van Nazareth? Lopen we werkelijk geen gevaar onder hun leiding? Werd u, geachte kijker, trouwens al over de wereldwijde inspanningen om de kinderen vanaf de prilste leeftijd te seksualiseren in kennis gebracht? Eens te meer moet namelijk weer eens een laatste taboe doorbroken worden. Het seksuele contact met kinderen, dus met minderjarigen, moet wettelijk gelegaliseerd en bevorderd worden. De adem stokt ons in de keel wanneer we de laatste stelregels van hoog in aanzien staande seksueel pedagogen vernemen. Leidinggevende pedagogen zoals Helmut Kentler onderwijzen dat de traditionele kinderbescherming in werkelijkheid kindervijandigheid is. Hij stelde de ongelooflijke bewering op: seks met kinderen is geen misbruik, maar een kinderrecht. Het recht van het kind op seksuele behoeftebevrediging. Wader kinderbescherming is vandaar de bescherming van de seksuele zelfbeschikking. Hier wordt nu echter onbetwijfelbaar kindermisbruik als opvoeding gecamoufleerd. Volwassenen moeten met kinderen over porno spreken. Vindt de Duitse opvoedingswetenschapster Carla Etchenberg. Ze eiste zelfs, zoals de Zwitserse leden van de jeugdorganisatie van de socialisten, porno te betrekken in het onderwijs van de kinderen. Tegen zulke eisen moet, vindt de anti-genocide-beweging AGB, onverbiddelijk en zonder compromis, nu en heden het nog geldend recht voorbehouden worden. Pornografie. Wetboek van strafrecht, artikel 197. 1. Wie pornografische geschriften, geluids- of afbeeldingsopnames, afbeeldingen, andere voorwerpen van zulke aard of pornografische vertoningen aan een persoon onder 16 jaar aanbiedt, toont, afstaat, toegankelijk maakt of door radio of televisie verbreidt, wordt met gevangenis of met boete bestraft. 2. Wie voorwerpen of vertoningen in zin van cijfer 1 openlijk tentoonstelt of toont, of ze anders iemand ongevraagd aanbiedt,
wordt met boete bestraft. In het overige moeten kinderen ook voor andere pornografische producten beschermd en iedereen daarvoor bewaard worden, tegen zijn wil voorstellingen met seksuele inhoud waar te nemen. Vergelijk ook artikel 358 en verordening over telecommunicatiediensten van 25 maart 1992. Artikel 18a 1. Dit principe, zo eist ook de kinderrechtenvereniging AGB, moet vooral consequent op mobiele telefonie-exploitanten toegepast worden, omdat tegenwoordig letterlijk ieder kind een mobiele telefoon in zijn zak heeft. Deze duidelijke doeleinden met onze kinderen komen uit het basisdocument Seksuele Pedagogie aan School van het Competentiecentrum Seksuele Pedagogie op School van de Pedagogische Hogeschool Centraal Zwitserland. Het kind is een seksueel wezen. Grondbeginsel van de seksuele pedagogie is de definitie van de mens als een op opvoeding aangewezen seksueel wezen. Of met andere woorden, het aanvaarden van de kinderen en jongeren als seksuele wezens. Deze eerste al principieel naar de zin verdraaide conclusie zet echter de deur wijd open voor de pedofilie. Want het luidt met andere woorden, zolang het kind het bevalt, is alles legitiem. Daarvoor een voorbeeld uit het basisdocument en de homepage van het competentiecentrum. Leeftijd 4 tot 5 jaar. De fase van de kleuterschool wordt als volgt voorgesteld. Actueel zijn dokterspelletjes, zelfverkenning vol lust, zelfstimulatie, dat wil zeggen orgasmegelijkende reacties, rollenspellen, dus gezin ook met twee vaders of twee moeders, kussen, geslachtsverkeer, erotische interesse voor de ouders, exhibitionisme en genitale spellen, het beleven van eerste innige vriendschappen en liefdesrelatie. Daaruit komen volgende zwaartepunten voor in het onderwijs. A. Lichaamsdelen inclusief geslachtsdelen benoemen. B. Lichaamsspeels waarnemen, inclusief seksuele opwinding. C. Vriendschappelijke relaties, grenzen zetten, intieme levenssfeer respecteren, de eigen en ook die van de ander. D. Het verwekken hoe de geslachtsdaad verricht wordt, dat daaruit een kind ontstaat. En dat met 4 tot 5-jarige kinderen. Leeftijd 6 tot 12 jaar. Activiteiten met kinderen van dezelfde leeftijd. Afwijzing, respectievelijk weigering van het andere geslacht. Gedragingen typisch voor de rollen van het geslacht, eventueel sterk overbetoond. Provocatief, respectievelijk agressief optreden tegenover het andere geslacht. Taboeschendingen. Eventueel interesse en erotische aantrekkingskracht tot hetzelfde geslacht. Vanaf wanneer is men rijp om te neuken? Daaruit komen de volgende leerinhouden. Seksualiteit en taal. Scheldwoorden. Uit een interview met extern seksuele pedagogen die in scholen hun ambt uitoefenen, bleek dat men ieder kind om het even welke leeftijd nauwkeurige inlichtingen geeft wat bijvoorbeeld aarsneuken, afspuiten en nog duidelijk ergere dingen zijn, wanneer het zulke begrippen alleen al gehoord en niet begrepen heeft. Verwekking, zwakkerschap, geboorte, verschillende vriendschaps-, relatie- en levensvormen. Hier worden de kinderen al de nieuwe gedefinieerde perversiteiten als normaal ingepompt. En wat veel meer consequenties heeft, alle tot nu toe normale wordt als abnormaal en onwettig gedeclareerd. Rollen van het geslacht, ontwerpen van rollen, bijvoorbeeld de werkende moeder, de vader thuis, enzovoort. Seksuele oriëntering. Hier zou tenslotte alles toegestaan zijn zolang het plezier geeft. Eerste menstruatie, eerste zaadlozing, HIV, AIDS, seksueel overdraagbare infecties, seksueel lastigvallen, geweld, zelfbevrediging, speciaal bij jongens, ook bij meisjes, als volledig normaal en zelfs belangrijk. Leeftijd 6 tot 12 jaar. Sociale verandering. Hier is de autonomieontwikkeling en het losmaken van het ouderlijk huis bedoeld. Toenemende interesse aan het weten van details bij seksuele praktijken, respectievelijk bewuste contacten met pornografie. Hoeveel houdingen zijn er bij seks en welke is de beste? Maakt sperma inslikken dik? Hier beëindigen we om morele redenen de optelling.
De leerinhouden zijn in ieder geval zozeer doelgericht beantwoorden aan al het heilloze gewauwel van de kinderen en jongeren uitgelegd dat tenslotte werkelijk iedere smijtlapperij in ieders hoofd is. Daarbij een voorbeeld uit het basisdocument en de homepage van het competentiecentrum. Ontwikkelingsstap, zelfstimulatie. Dat wil zeggen op orgasme lijkende reacties teweeg brengen. Gedrag. Ontdekken van lichaamsgebieden als bron van nieuwe lustgevoelens. Bewust, herhaald manipuleren van lichaamsplaatsen, ook van de genitaliën. Speels verkennen van de geslachtsrollen. Door rollenspellen, bijvoorbeeld vader-moeder spelen. Gezin met twee moeders, twee vaders, één ouder. Verliefd zijn, geslachtsverkeer. Of door dokterspelletjes. Ook het onderzoeken van het lichaam van de ander. Bevrediging van de natuurlijke nieuwsgierigheid. Tegelijkertijd werken de dicht bij de pedofielen staande jonge socialisten aan een positiedocument waarin ze volgens Tanja Walliser een nieuwe omgang met het thema pornografie eisen. Daartoe behoort ook dat 10 tot 12-jarigen in het seksuele onderwijs porno moeten bekijken. Weliswaar veroorzaakte deze eis bij de schoolbesturen eerst verontwaardiging, maar het blijft afwachten hoe lang deze verontwaardiging tegen de blijvende druk van de JUSO stand houdt. Ook in de naam van de AIDS-verlichting, de rechten van de kinderen of de seksuele oriëntering in de scholen worden op het ogenblik voor heel Europa geldende nieuwe leermiddelen uitgewerkt die de vroegvoorlichting en vroegseksualisering van de kinderen tot verplichte inhoud maken. Meneer professor Vogt, hoe komt het opeens tot deze internationaal verbreide seksuele opvoedingsideologie? Is hij van vandaag op morgen ontstaan? Nee, helemaal niet. Hij werd in volhardend minutieus werk door de seksuoloog Alfred C. Kinsey reeds sinds 1939 in de USA, waar anders, ingevoerd. Alfred Kinsey werd, als ik me goed herinner, steeds weer als de belangrijkste seksuoloog van de 20e eeuw getypeerd. Ziet u dat ook zo? Als de belangrijkste seksuoloog zou ik hem, om nog te bespreken redenen, inderdaad niet waarderen. Wel echter als de meest invloedrijke factor van de maatschappelijk seksuele meningsvorming. Ten slotte wortelen bijna alle nieuwere seksuele opvoedingsprogramma's in de werken van Kinsey. Mevrouw Dr. Hounit, u bent praktiserend arts. Welk van de talrijke leerstellingen van Kinsey zou u, vanuit uw standpunt, het liefst eens wat nauwkeuriger behandelen? Natuurlijk met zijn zienswijze, alle dingen zijn mogelijk. Dit zogenaamde moderne denken heeft Kinsey over seks en seksualiteit gevormd. In de praktijk is aan de dag gekomen dat dit een uiterst gevaarlijk gedachtegoed is, omdat het tot ontelbare criminele handelingen heeft geleid en leidt. De hoofdwerken van Kinsey bewijzen dat zwart op wit. Het gaat daarbij om het Kinsey-rapport, bestaande uit twee boeken. Ten eerste, Sexual Behavior of the Male. Het seksuele gedrag van de man. Ten tweede, Sexual Behavior of the Female, het seksuele gedrag van de vrouw. Met deze werken drukte Dr. Sex, zoals zij ook genoemd werd, werkelijk een stempel op het seksuele denken van bijna de hele wereld. Een man dus, wiens woorden macht over vele naties uitoefenden. Een man wiens leerstellingen in de tegenwoordige tijd pas echt vrucht beginnen te dragen. Kinsey was de vader van het seksueel vrije denken. Maar wie was Kinsey precies? Geen vraag zou in deze tijd belangrijker kunnen zijn dan deze. Want de woorden en het leerstelling van Kinsey hebben zulke wereldwijde uitdrukking als deze van Jezus Christus. Alleen dat ze met de laatste diametraal in tegenspraak zijn. Wie van beiden is nu meer het vertrouwen waard? De woorden en werken van Jezus Christus, die tot een nieuwe tijdrekening hebben geleid, kennen we. Wat zijn echter precies de woorden en werken van Kinsey? Onze studiogasten en enige korte films, achteraf gemaakt, helpen ons bij de zoekactie. Kinsey verzamelt in de loop van zijn leven meer dan 18.000 seksuele gevallenvoorbeelden met voorliefde voor minderjarigen om ze onder het volk te brengen. Het hoogste doel van Kinsey was de seksuele grote verscheidenheid. Hij noemde zichzelf een conservatieve wetenschapper. Maar Der Spiegel bracht in 1997 een ongelooflijk dubbeleen van Kinsey aan het licht. De Kinsey-biografie van de historicus James Jones bewijst dat de seksuoloog Kinsey zijn homoseksuele en sadomasochistische handelswijze in het geheim vrije loop liet. Uit dit Kinsey-rapport volgt
dat hij als jonge padvinder zijn voyeuristische en exhibitionistische neigingen ongeremd uitleefde. Nadat Kinsey met diepe haat zijn christelijk ouderlijk huis verlaten had, bracht hij medewerkers om zich bijeen om het seksuele gedrag van mensen, vooral echter minderjarige kinderen, wetenschappelijk te onderzoeken. Ieder van zijn medewerkers moest zijn seksuele leven en gedrag blootleggen. In een geheime kamer van zijn huis organiseerde Kinsey regelmatig groepsseksspelen met zijn medewerkers en uitgekozen gasten. Hij dwong zelfs zijn eigen vrouw daaraan mee te doen. Kinsey liet homoseksuele, heteroseksuele en sadomasochistische scènes door een professioneel camerateam filmen. Ondanks ziekmakende druk deden zijn medewerkers mee, omdat ze voor hun carrière vreesden. Bij Kinsey waren mensen aangesteld zoals Clyde Martin, die als statisticus zeker geen vakkundige opleiding bezat. Toch was hij voor de statistische analyse voor alle data verantwoordelijk. Het geheel werd door de Joodse Rockefeller Stichting gefinancierd. Deze beweerde naderhand weliswaar herhaaldelijk een professionele statisticus geëist te hebben, maar Kinsey had zich met geen aanzet daartoe laten bewegen. Kinsey zelf leed onder extreem sadomasochisme. Steeds weer zou hij gewelddadige, buitengewoon pijnlijke manipulaties aan zijn geslachtsdelen hebben uitgevoerd. Naast zijn homoseksuele relaties met zijn medewerkers, zoals Pomeroy en Martin, leefde hij zich uit in de homoseksuele wereld in Chicago. Kinsey vervaardigde voor zijn wetenschappelijke onderzoeken omvangrijke vragenlijsten. Uit deze blijkt dat Kinsey de vaste opvatting had dat ieder mens ooit eens perverse praktijken bedreven, buitenechtelijke relaties gepleegd of gewelddadige sadistische ervaring gedaan heeft. Eveneens dat iedereen ooit eens met een persoon van hetzelfde geslacht, met dieren en kinderen, seksuele ervaringen gemaakt heeft. Er was in zijn vragenlijsten geen ruimte waardoor men zich uit zulke monsterachtigheden kon uitsluiten. En wanneer ze ooit eens daarvoor uitgekomen waren, had Kinsey hen uiteindelijk vast in zijn hand. Hoewel Kinsey voorgaf zijn seksueel onderzoekresultaten uit het brede publiek verworven te hebben, beperkte hij zich in de regel daarop prostituees, homoseksuelen, gevangenen en mensen uit de onderwereld, zoals hij ze noemde, te ondervragen. Kinsey was daarom een aantoonbare statistiekbedrieger. Hoewel Kinsey's seksueel onderzoek oorspronkelijk voor huwelijksvoorbereidingscursussen bedoeld was, vonden thema's zoals vangerschap, geboorte en het geven van borstvoeding aan kinderen, wat daar dus eigenlijk bij gehoord zou hebben, helemaal geen plaats. Kinsey was gewoon seksueel ziek. Een man die zijn beroepsmatige autoriteit manipulerend en agressief misbruikte als leraar. Toen Kinsey in de 40er jaren zijn meer dan 350 vragen over het seksuele gedrag bij het publiek probeerde te brengen, was het heel moeilijk voor hem heel normale mensen te benaderen. Wezenlijk gemakkelijker kwam hij aan de gegevens van onconventioneel levende mensen. En zo ontstond het bedrieglijke en verraderlijke beeld dat 95% van alle Amerikaanse mannen seksuele delinquenten waren en 69% vaste klanten bij prostituees, 37% al homoseksuele ervaringen gehad zou hebben en 17% van alle US-boeren zogenaamd seks met dieren gehad zou hebben. Pas in 1981 lukte de media-expert Dr. Judith Reisman deze belastende methodische bedriegerijen in het onderzoek van Kinsey bloot te leggen. Wat bijzonder de oren deed spitsen, was het feit dat een groot deel van Kinsey-gegevens van pedocriminelen, dat wil zeggen van pedocriminele kinderschenders, stamde. Niet de bevolking werd dus ondervraagd, maar pedocriminelen. Toch vormden Kinsey's werken tot op de huidige dag wereldwijd de wesentlijkste zogenaamde wetenschappelijke grondslag voor de seksuologie. Zelfs het grondslagdocument Seksueel Pedagogie en School, waarop het Zwitserse leerplan 21 zich nu baseert, legt onder de titel Basisschool vast dat de herschrijving van een kindheidsfase, waarin de seksualiteit in rust is, empirisch weerlegd geworden is. Empirisch betekent op grond van experimenten.
Maar precies op Kinsey's experimentenverzameling baseert zich het leerplan 21 uiteindelijk en wereldwijd bijna alle seksuele programma's. De meeste schoolhoofden hebben echter geen vermoeden waarop ze zich baseren. Dan ben je jong en dat is gewoon te vroeg, denk ik. Voor mij het is zwakzinnig, heel eerlijk gezegd. We hebben zelf twee kinderen. De kleine is 3, de grote is niet eens 5. En ik zou nu werkelijk niet weten wat hij daarmee zou moeten beginnen. We vinden dat absoluut niet juist. Ben ik niet voor. Dat is in ieder geval een grap eigenlijk. Ik vind dat geen goede zaak, omdat ik denk, die zijn pas 4 jaar oud. Wat moeten die daarmee beginnen en zo? Dat geeft hen immers helemaal niets. Dat is voor deze leeftijd gewoon helemaal geen thema, nietwaar? Voor 4, 6-jarigen en kleuterschool. Is een beetje vroeg, zou ik zeggen. Op de leeftijd van 4 jaar, zegt u? Nee, vind ik niet goed. Nee, vind ik niet goed. Bij ons zeker niet. Bij ons komt dat zeker niet in aanmerking. Vind ik ook niet goed dat kinderen op prille leeftijd met seksueel geconfronteerd zijn. Dat vind ik niet oké. 4? Die willen toch nog leren en spelen en... Kind zijn, die hebben toch wat anders in hun hoofd. Ik denk, dat is al de instelling wat dat betreft, dus dat gaat toch wel helemaal niet. Nou, dat zou ik helemaal niet willen. Dat die al zo vroeg ervoor voorgelegd worden, dat zou ik helemaal niet willen. Daar ben ik compleet tegen. Al op de kleuterschool, ik vind dat heel erg. Ik vind dat dom, eerlijk. Gewoon te vroeg, dat behoort niet bij het kind. Een kind moet spelen, een kind moet op straat spelen en niet op een of andere manier aan zulke zaken denken. Dus ik kan het mij helemaal niet voorstellen, dat is immers echt abnormaal, dus dat is onmenselijk. Onmogelijk. Gewoonweg, dat is heel erg dat er misschien mensen zijn die zich bij de gelegenheid zo mogelijk nog geil maken. Daar heb ik helemaal nooit aan gedacht, maar dat zou het verschrikkelijkste zijn wat ik me zou kunnen voorstellen. Het is heel angstaanjagend dat horen. Dat is op een of andere manier tamelijk idioot. Dat is in ieder geval niet goed. Maar als ik nu mijn kind naar de kleuterschool zou sturen en zou weten, dan zou ik dan woedend worden. Dus ik weet echt niet wat ik dan zou doen. Slecht, niet goed. Wat alsjeblieft? Dat vind ik nu erg. Nee, dat vind ik helemaal niks. Als een kind begrijpt dat misschien nog niet eens zelf kan lopen, daar houdt het bij mij op. Ja, daar gaan mijn haren rechtop staan. Nee, dus dat vind ik niet goed. Nee. Dus daar ben ik dan ook volledig tegen. Ja, is een volledige zwakzinnigheid zo'n studie. Wanneer ik met normaal gezond verstand aan dit hele thema begin, dan weet ik dat dit een kolder is. Vraag het de ouders eens die kinderen hebben, die weten hoe kinderen zich ontwikkelen. Ik behoef geen kind tot seksualiteit te stimuleren. In Sexual Behavior of the Human Male declareert Kinsey dat zijn boek alleen gegevens van 5300 blanke mannen en jongeren zou bevatten, hoewel hij gegevens van 6300 mannelijke personen zou bezitten. Ellen Welles, een van de meest gerenommeerde statistici van de USA, analyseerde deze bewering en kwam tot het resultaat dat het boek slechts 4120 personen bevat. Daarbij ontbreken echter zonder uitzondering bijvoorbeeld de nauwkeurige leeftijdsstructuur en de seksuele oriëntering van de testpersonen. Kinsey beweerde weliswaar steeds weer koppig dat zijn gegevens representatief zijn voor de algemene Amerikaanse bevolking van de 40 jaren, maar een nauwkeurig onderzoek bewees dat het boek Sexual Behavior of the Male slechts de gegevens van niet representatieve deels zeer verdachte randgroepen weergeeft. Circa 1400 delinquenten uit gevangenissen van diverse US-bondstaten. Vele van hen waren vanwege seksueel misbruik van kinderen gearresteerd. Dan werd door Dr. Judith Reisman een aandeel van circa 630 homoseksuele mannen geschat. Verder lieten zich 200 zogenaamde seksueel psychopaten opsporen. Dan weer 329 delinquenten die vanwege andere delicten veroordeeld waren. Dan echter ook tenminste 317 mannelijke kinderen in de leeftijd van 2 maanden tot 15 jaar, die seksueel misbruikt werden. Men vermoedde echter veel meer. Dan weer 350 scholieren met afwijkend gedrag. Ten lange leste was er nog een groep van criminelen
die Kinsey gewoon als onderwereld declareerde. Duidelijk geval van leugenpropaganda door middel van statistisch bedrog. Toen Kinsey daarom herhaaldelijk bekritiseerd werd, zei hij: deze opvatting baseert zich op de oude drogreden dat criminelen anders zouden zijn dan de rest van de bevolking. Dat vind ik echt niet goed. Dus dat vind ik echt niet goed. Dus dat man praktisch van extreme gevallen daaruit het principe besluit, daar ben ik niet mee eens. Echt niet. Ja, dat is waanzinnig. Ja, dus waarom vraagt men zulke groepen? Dat is immers geen gemiddelde. Nee, dus dat is vreemd. Meer dan ongelooflijk, dat vind ik ook. Ik geloof dat er veel mensen ontzet zouden zijn. Wanneer ze zoiets zouden weten, dan zouden ze heel anders antwoorden. Wanneer ze zouden weten dat hij zo'n slechte voorgeschiedenis heeft of verleden geleid heeft. Dat is immers horror. Maar dat man deze enquêtes alleen op deze speciale groepen personen begrenst, dat is natuurlijk, dat geeft natuurlijk helemaal niet de mening van de meerderheid weer. Ja, ik kan me niet in de plaats van een pedofiel zetten. Dat verrast me een beetje. De statistiek dat er daar geen verschillen zijn, dan is maar de vraag of dit concept dan in de preventie functioneert. Nee, die zal men trouwens helemaal niet moeten vragen. Nee, kan ik me niet voorstellen, omdat die mensen zijn ziek. En de bevolking in het algemeen, die is niet ziek. Probleem van de studies, kan men de mensen alles in de mond leggen, nietwaar? Ik zie daar niet veel in. Vind ik niet oké dat men hun mening ermee in verband brengt. Dat is toch geen competente mensen. Juist die andere kinderen of andere mensen met het thema eigenlijk pijn gedaan hebben, dat men die daarover vraagt, weet ik nu niet. Of dat zinvol zou zijn of eigenlijk goed bij het thema past. Ik vind dat zijn zieke mensen, maar in de publieke opinie hebben die niets te zoeken. Omdat met de ziekte op de maan, ja, daar kunnen ze goed blijven. Ik zou in ieder geval een opstand maken, omdat dat kan ik in ieder geval heel goed. Het is niet alleen mijn probleem, het is ons probleem. Het zijn de kinderen van ons. Het zal de volgende generatie zijn, het zal onze toekomst zijn. In elk geval, daar moet men iets tegen doen. Thuis zitten, te niks in tv kijken en zeggen, ja, dat zal dan op de een of andere manier in orde komen. Dat zal niet in orde komen. Daar moet men vroeg reageren en iets daartegen doen, opdat niet tot zoiets komt. Dus dat is mijn mening. Afwijzen gewoon. Verbieden. Wie zich aan kinderen vergrijpt, zou eigenlijk gerechtelijk met zo snel mogelijke middelen zeer hoog vervolgd moeten worden. Zij het strafrechtelijk vervolgd. Dus zeg niet voorwaardelijke veroordeling of andere zaken, maar gewoon die behoren meteen rigoureus uit het verkeer genomen te worden. Ik denk de ouders moeten als één man optreden en zich daartegen weren. Dat is niet acceptabel. Dat is werkelijk erg. Dan neem ik een gewoon voor die tijd uit de school. Heel gewoon. Dus ik laat me dat zeker niet welgevallen. Meer informatie voor de kinderen. En natuurlijk als volk moeten we daarvoor zorg dragen dat zoiets niet voorkomt. En we moeten natuurlijk ook zelf iets daarvoor doen en oppassen dat de mensen de kinderen niet seksueel aanraken of andere dingen doen. Dat zou ik ook niet kunnen toelaten. Ik heb ook een kleine dochter, dat zou ik niet toelaten. Dat zou niet oké zijn. En nog zeker niet naar hun mening luisteren. Ik vind dat is echt geen goede zaak. Ik zou het mijn kind verbieden. Men moet tegen zoiets zijn. Ik vind daar moet het volk zich werkelijk eens opstellen en tegen zoiets optreden. Juist de ouders, wanneer ze hun kinderen in zulke inrichtingen hebben, dan zou ik mijn kind eruit nemen. Want het is zelfs schandelijk te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. In het in 1965 verschenen boek Sex Offenders verdedigt Kinsey het seksuele misbruik van kinderen met de woorden: de ontzetting waarmee onze maatschappij naar de volwassenen kijkt die seksueel contact met jonge kinderen hebben, relativeert zich. Als we het gedrag van andere zoogdieren onderzoeken, seksuele activiteiten tussen volwassenen en onrijpe dieren zijn gangbaar en schijnen uit biologische zienswijze normaal te zijn.
hebben ons daarnet niet goed gehoord? De mens was in Kinsey's ogen alleen een ander soort zoogdier. Alfred C. Kinsey heeft ons allen daarmee op het gelijke niveau van ongeveer de apen, hazen, honden en zwijnen gezet. Maar op empirisch wetenschappelijke manier ging de Kinsey-groep nog een stap verder en proclameerde: alle seksuele geweld is deel van het normale erfgoed van zoogdieren. De op zichzelf logische afleiding daaruit, als de ouders niet zouden ingrijpen, aldus Kinsey, is verkrachting voor jonge meisjes of vrouwen een mooie belevenis. Dr. Judith Reisman benadrukt in haar studies over Kinsey dat deze extreme bagatellisering van seksueel misbruik zelfs uitwerkingen op de Amerikaanse wetgeving had en bijvoorbeeld verkrachtingen nieuw gedefinieerd en de strafmaat verminderd werd. Kinsey lachte zelfs over de FBI toen die in 1950 voor een toename van seksuele strafbare feiten waarschuwde. Hij bagatelliseerde de afschuwelijke misdaden tegen kinderen en publiceerde onbeschaamd dat de wezenlijke grotere schade door de hysterie van de volwassenen aangericht werd. Het is moeilijk te begrijpen waarom een kind overstuur zou zijn wanneer men zijn geslachtsdelen betast. En zelfs dat het door specifieke seksuele handelingen overstuur zou zijn. Het zij dan op grond van culturele vorming. Alfred C. Kinsey's voornamelijk seksuele toegenegenheid tot kinderen toonde zich dan duidelijk in zijn 1888 seksuele gevalvoorbeelden van jongens tussen 5 maanden en na de puberteitleeftijd. Evenals van 147 meisjes tussen 2 en 15 jaar. Basis van de tests. De jongens en de meisjes werden seksueel gestimuleerd of stimuleerden zichzelf, terwijl pedocriminele waarnemers met een stopwatch de tijd van tot aan het bereiken van een orgasme maten. Vanzelfsprekend ontkende Kinsey dat hij deze test zelf doorgevoerd heeft. Maar deze bewering spreekt hem even weinig vrij als iemand die een moord weliswaar niet zelf begaat, wel echter door een huurmoordenaar laat uitvoeren. Ook in een BBC-documentatie van 10 augustus 1998 werd het geval Kinsey onderzocht. Het relaas van een oudere vrouw, slechts Esther genoemd, kwam definitief overtuigend over. Ik was nog een klein meisje. Kinsey kwam in mijn ouderlijk huis. Ik werd door mijn vader en mijn grootvader seksueel misbruikt. Mijn seksueel gedrag werd met een stopwatch geregistreerd en gefilmd. Het geheel werd naar Kinsey gestuurd. Ik kwam dit nooit meer te boven. Een lid van het team, Paul Gebhardt, gaf in 1992 in een interview toe dat het Kinsey-team pedocriminelen recruteerde voor het verwerven van wetenschappelijke gegevens over zogenaamde normale kinderseks. Hij zei: we vroegen hen, en daarmee bedoelde hij de kinderschenders, waarnemingen te doen, aantekeningen en indien mogelijk de tijd op te nemen en ons dan verslag te geven. Volgens de studies van Dr. Reisman moesten kinderen gedurende maanden of jaren misbruikt worden en de aantekeningen van hun pijnigers als wetenschappelijke gegevens aan Kinsey doorgegeven worden. De meeste gegevens over het seksuele gedrag van kinderen zou Kinsey van Mr. Green, een serie verkrachten, gekregen hebben. Op wiens ervaringen ook de 6 orgasmetypen bij zuigelingen en kleine jongens gebaseerd werden. Ook zou Kinsey in regelmatig contact hebben gestaan met allerlei pedocriminele organisaties, evenals met leraren die kinderen schenden, pedofiele vaders en moeders binnen en buiten de USA. Hebt u nadere details wat dat betreft? Oh ja, van 1936 tot 1956 stond Kinsey, zoals bewezen is, in regelmatig briefcontact met Friedrich van Balusek, een pedocriminele godsdienstleraar uit de Evangelische Kerk van Brandenburg. Deze stond in 1957 in Berlijn terecht
voor meerdere gevallen van kindermisbruik, waaronder zijn 11-jarige dochter, als ook omwille van verdenking van moord op een 10-jarig meisje. De FBI schakelde Interpol in toen ze ontdekten dat Van Balusek meer dan 20 jaar lang gedetailleerde gegevens over zijn seksuele misbruiken met meisjes en jongens tussen 9 en 14 jaar aan Kinsey had prijsgegeven. Maar Kinsey weigerde het seksdagboek af te geven, onder het voorwendsel de goede naam van de pedocriminelen niet te willen schaden. Toen de opperrechter op de zitting de klacht indiende dat Van Balusek kinderen had misbruikt om indruk te maken op Kinsey, antwoordde deze: Kinsey zelf had mij er immers om gevraagd. De Berliner Morgenpost van 16 mei 1957 schreef op bladzijde 3 daarbij: Kinsey had Balusek moeten aangeven. Bijna alle tegenwoordige seksuele opvoedingsprogramma's richten zich direct of indirect op Kinsey. Het wordt tijd dat onze maatschappij eindelijk van Kinsey en zijn crimineel basisonderzoek afscheid neemt en zich tot de misbruikte slachtoffers in plaats van tot de lustgedreven daders wendt. Wat Alfred C. Kinsey normale kinderseks noemde, was niet anders dan seksuele marteling van kinderen. Kinsey had een hartstochtelijke en perverse interesse voor de orgasmebekwaamheid van vooral minderjarigen, dat wil zeggen van jongens voor de puberteit zonder zaadlozing. Op grond van de onderzoeken van Judith Reisman ontstond de schokkende documentaire film The Children of Table 34. Die beroemde tabel 34, die tot bescherming van de kinderslachtoffers de meest huiveringwekkende details onthulde. In nauwe samenwerking met Mr. Green, door het BBC-team als Rex King ontmaskerd, een serieverkrachter die meer dan 800 jongens en meisjes seksueel misbruikt had, kwam het tot deze duivelse tabel 34. In deze maakte Kinsey een tabel op van gegevens bij de orgasmebekwaamheid van niet minder dan 317 mannelijke zuigelingen en kinderen. ...32% van de kindertjes in de leeftijd tussen 2 tot 12 maanden... ...dus minstens circa 270 à 300 daarvoor misbruikte zuigelingen... ...zouden tot het hoogtepunt gekomen zijn, aldus Kinsey. En dan nog het onbegrijpelijkere... ...Kinsey betreurde in één adem dat er ettelijke pre-adolescenten... ...dus voor de puberteit zijnde kinderen... ...die het hoogtepunt zelfs onder aanhoudende, verschillende en herhaalde stimulatie niet bereiken. Zulke resultaten konden alleen door de meest massieve schending van de mensenrechten in de vorm van seksueel, meedogenloos, ongerofte dwang tot stand komen. Maar dit was pas het begin. Kinsey en zijn waarnemers, dat betekent nu de kinderschenders, waren vooral op veelvuldige orgasmen uit. Zo zijn er kindertjes in de leeftijd tussen 5 maanden en 14 jaar in de tabel opgenomen, die gedurende 24 uur zogenaamd gadegeslagen werden. Op deze manier werden bij zuigelingen van 11 maanden niet minder dan 14 orgasmen in 38 minuten, bij 2-jarige kleine kinderen 7 orgasmen in 9 minuten geforceerd. Met het oog op deze perverse kindermartelingen, en alles ook nog in de naam van het basisonderzoek, kan men alleen nog zijn oren en ogen met de hand bedekken en nu eindelijk de justitie sommeren in het strijdperk te treden. Waarom werden deze daders niet allang vanwege de meest zwaar criminele pedofilie veroordeeld? Dit zijn de daden en vruchten van de vaders van al die seksueel pedagogen die juist in de huidige tijd een wereldwijde vroegseksualisering van onze kinderen en jongeren willen afdwingen. Ze volgen daarmee de voetstappen van pedocriminele bedriegers van de allerergste soort. Iedere boom ontwikkelt zich overeenkomstig zijn zaad. En daarom zal de vroegseksualisering wereldwijd op precies dezelfde wijze ontaarden als ze niet met alle beslistheid geremd en verhinderd wordt. Gelukt het niet iedere poging tot vroegseksualisering of seksuele opvoedingsdwang al in de kiem te verstikken, dan zal het laatste wel nog erger dan het eerste zijn. Wie echter denkt dat deze duistere prognose nu toch een beetje overdreven is, moet er kennis nemen dat Kinsey en zijn mededaders met alle behaalde resultaten nog lang niet tevreden waren. Daarom beweerden zij: het is zeker dat nog een groter deel van de jongens veelvoudige orgasmen zou kunnen hebben als de situatie het mogelijk gemaakt zou hebben.
nadat bij een 4-jarige en een 13-jarige jongen 26 hoogtepunten in 24 uur geforceerd werden, registreerde het kind zijn bericht onbevredigd. Zelfs de jongste zuigelingen, 5 maanden oud, zijn tot zulke herhaaldelijke reacties in staat. In dezelfde tijdeenheid zou zeer zeker nog meer mogelijk geweest zijn. Een neutrale wetenschappelijke studie bewees al langere tijd geleden dat overdreven seksualiteit vroeger of later tot gevaarlijk week worden van de hersenen en tot zenuwziekte leidt. Meneer Dr. Hirsch, wat moet zich in een onontwikkeld lichaam, wat in de ziel van een kind afspelen dat op zo'n dramatische wijze misbruikt wordt? Mij is vooral een nieuwere wetenschappelijke publicatie bekend van professor Dr. Remschmidt van de Kliniek voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan de Philips Funi Universiteit Marburg, die in het Duitse artsenblad van 29 april 2011 verschenen is. Hier wijst professor Remschmidt erop dat reeds algemene psychische en lichamelijke mishandelingen, des te meer het seksuele misbruik in de kinderleeftijd steeds, ik benadruk steeds, een spoor in de kinderlijke hersenen nalaten. Dit tonen niet alleen onderzoeking betreffende gedachteninhoud bij mensen die misbruikt werden, maar ook die betreffende hersenstructuur en hersenfunctie van slachtoffers van mishandeling. Mensen die in hun kindheid en jeugd lichamelijke en seksuele mishandelingen ervaren, zijn bovendien in het latere leven meer dan gemiddeld vaak door psychische storingen getroffen. Wat de zielslichamelijke belasting van een vroeg geseksualiseerd kind betreft, is van de grootste betekenis wat de kinderschenders gedurende deze vroegseksualiseringspogingen, om het eens niet verkrachting te moeten noemen, eigenhandig gedocumenteerd hebben. Ze registreerden het immers onder andere in de voor Alfred Sikinski samengestelde lijst van de 6 orgasmetypen, waarvan ik hier nu juist eens een paar uittreksels citeer. Derde type, extreme spanning met heftig schokkende krampen, vaak verbonden met plotseling optillen en neerwerpen van het hele lichaam. De benen worden vaak stijf, waarbij de spieren zich samenkrampen en hard zijn. Schouders en nek worden stijf en zijn vaak naar voren gebogen. De adem wordt ingehouden en is vaak hijgend. De ogen zijn star en vastgesloten. Vierde type, de handen knijpend, de mond verwrongen, waarbij de tong soms naar buiten dringt. Het hele lichaam of delen komen in spastische, dus krampachtige trekkingen. Soms synchroon met de pulsaties in heftige schokken. Optreden van nog heftiger stuiptrekkingen, dat wil zeggen schokkende krampen van het hele lichaam, evenals moeilijk ademen, zuchten, snikken, heftige kreten, soms met het uitbreken van tranen, speciaal bij kleine kinderen. Vijfde type. Het geheel bereikt zijn hoogtepunt in extreem sidderen, collapsen, dergelijke en soms in bewusteloosheid. Zesde type. Het komt tot pijn of angst bij het naderen van het orgasme. Enige proefpersonen lijden extreme pijnen en schreeuwen mogelijkerwijze als de beweging blijft voortduren of het geslachtsdeel alleen ook al maar aangeraakt wordt. Maar een ieder die een deze kleine, die in mij geloven tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte van de zee. Het bovenvermelde was allemaal pure kindermarteling. En precies tot dit zal het wereldwijd komen, wanneer men openstaat voor de vroegseksualisering. Dus pedofilie is nog steeds een misdrijf. En dat moet ook zo blijven. Het verjaart niet. En dat mag niet veranderen. En de officieren van justitie moeten nu in het strijdperk treden. En wij moeten werkelijk allen daartegen opstaan, zodat er iets gebeurt. Dat de vroegseksualiseerden zich wereldwijd niet kunnen doorzetten.
Dat vind ik niet oké. Eigenlijk zou dat helemaal niet moeten gebeuren. Dat kan ik mij helemaal niet voorstellen. Wanneer mijn kind zoiets overkomt, dan zou ik ook niet meer weten wat ik doe. Dat kan ik mij niet voorstellen. Dat is niet oké. Maar zoals gezegd, normaal behoren zulke personen meteen openlijk achter slot en grendel gedaan. In gesloten inrichtingen. Klaar. Dus kan ik me niet voorstellen, omdat deze mensen ziek zijn. Al heel verschrikkelijk dat zoiets bestaat, maar dat zijn, ik moet zeggen, zwijnen. Ik geloof, ik heb het verkeerd verstaan, daar worden seksuele abnormaliteiten en persoonlijke lustdriften voor onderzoeksdoeleinden misbruikt. Dat kan toch niet zijn? Er moeten nieuwe wetten komen dat het ophoudt, deze abnormaliteiten. Ik vind het verschrikkelijk, dus ik kan me dat helemaal niet voorstellen dat mijn dochter of mijn zoon de een of andere als zuigeling al zou aanraken of ze zou betasten. Dus dat gaat gewoon helemaal niet. Is angstaanjagend. Oh mijn god, dat is verschrikkelijk. Ja, ik weet helemaal niet wat ik daarop moet zeggen. Het is gewoon niet normaal. Kinsey zou nou zijn ontdekking met juist dezelfde betrokkenheid van de scherping van de toestand van de wet hebben moeten werken. Maar hij heeft in plaats daarvan echter de opdracht tot wetenschappelijk onderzoek misbruikt. Oh god, die moesten allemaal in de gevangenis en doodgeschoten worden. Nee, echt. Volledig de zware straf of zo. Levenslang. Dus zodat ze dat nooit meer kunnen doen. Omdat wanneer ze het eens doen, dan doen ze het zeker meermaals weer. Dat is nu hard, maar daar heb ik geen begrip voor. Die behoren voor eeuwig weggesloten. Opdat zulke criminele kinderschenderijen niet tot wereldwijde misbruikepidemieën zouden uitgroeien, kan u nog maar één ding helpen. Voorlichtend verzet. Echter niet door pornocompetentie van kinderen, maar door hun radicale bescherming van staatswegen tegen iedere poging tot vroegseksualisering. Men moet er aandacht aan schenken dat al deze gruwelijkheden reeds sedert 1938 systematisch als zogenaamde moderne seksuele pedagogie in de volkeren binnenstromen. Vanzelfsprekend stelde Kinsey zijn onderzoeksresultaten nooit voor als perverse experimenten van iemand die zichzelf bekende als kinderschender. In plaats daarvan bracht hij ze aan de man als eerste wetenschappelijk bewijs daarvoor dat kinderen vanaf de geboorte seksueel behoeftig zouden zijn. Juist in deze, onze dagen, dragen die criminele handelingen hun vruchten in de wereldwijde proclamatie van de rechten van het kind op seksuele ervaringen. Met het leerplan 21 moet seksuele opvoeding op alle Zwitserse scholen ingevoerd worden. Internationaal worden op dit ogenblik op verschillende niveaus nieuwe grondbeginselen en wetten geschapen, die iedere weigering van de verplichte en allesomspannende seksuele opvoeding op school tot een regelrecht strafbaar feit maken. De dwang van deze seksuele opvoedingsprogramma's is zo massief zorgvuldig geformuleerd dat nog niet eens het beroep op vrijheid van de religie als reden van dispensatie geaccepteerd wordt. Geen argument van niemand telt, geen ethisch-morele bezwaren van ouders ook niet. De weigering van de niet geïnteresseerde kinderen. Wat voor een geest heerst daar? En nu al sorteren deze wetten effect. In 2010 werden reeds vaders en moeders in Duitsland tot aan 40 dagen hechtenis veroordeeld en kregen een boete van 1000 euro opgelegd, omdat ze weigerden hun kinderen naar de seksuele onderricht te sturen. Alleen het volk zelf kan nog nee zeggen tegen zulk sectarisch, uitermate dictatoriaal gedwongen worden. Wij zeggen nee tegen de seksuele opvoedingsdwang. Wij zeggen nee tegen de verplichte seksuele opvoeding. En nee tegen allesomvattende seksuele opvoeding in de scholen. Het nationale programma HIV en seksueel overdraagbare ziekten van de BAG wil voor allesomvattende seksuele opvoeding zorgen. De basisdocumenten BHZ en BAG zijn de basis voor een wettelijke verplichte seksuele opvoeding voor alle Zwitserse burgers. De Federale Dienst voor Gezondheid BAG eist in naam van de bescherming van epidemieën een allesomvattende vroegseksualisering. De schoolwet van Basel spant zich in als overgang tot aan de invoering van leerplan 21 voor een vroeg geregelde seksuele opvoeding. In naam van de kinderbescherming en de advisering van jonge moeders wordt via informatiebrochures enzovoort de vroegseksualisering nagestreefd. Een verplichte seksuele opvoeding staat kort voor haar wettelijke invoering. Ze mag niet eens met het argument van de godsdienstvrijheid geweigerd, ontweken of bekritiseerd worden. Voordat deze wetten echter definitief aangenomen zijn, zijn er minstens 10 belangrijke vragen op te helderen. Waarom kritiseren de media Kinsey's mensenverachtende uitspraken over seksueel misbruik niet even consequent zoals het gewoonlijk bij ieder nog zo ongevaarlijke seksaffaire van invloedrijke politici doen?
Waar blijven alle sectenexperten? Was Kinsey misschien nog te weinig invloedrijk? Waarom ondersteunen de media Kinsey's kinderschendingen op zo'n bagatelliserende manier dat ze zich volgens de wet zelfs medeschuldig maakten aan de jarenlange kwellingen van ontelbare kleine kinderen en minderjarigen? Waarom was er ook na het publiceren van de feiten Dr. Judith Reisman geen openbare, grondige discussie over Kinsey's gegevens? Waarom gaf ook het Federaal Centrum voor Gezondheid voorlichte gegevens van Kinsey verder volledig zonder kritiek als representatieve brochure uit? En dat met de volledige kennis van het voorlichtingswerk van Reisman? Waarom haalde in plaats daarvan in 2005 de meervoudig onderscheiden Hollywoodfilm Kinsey de waarheid over seks het in de Duitse bioscopen? Welke institutie heeft hem bekroond met een prijs? Met welke leeftijdsgrens? Waarom bracht deze bioscoopfilm niet de openbaar gemaakte zevende waarheid over Kinsey over, maar tegen beter weten de boodschap dat Kinsey in het Westen eindelijk de seksuele bevrijding gebracht zou hebben? Is het nagenoeg ongelooflijk schijnende waar dat ook leidinggevende opvoeding, directieleden, de meest invloedrijke politici en een groot deel van de media, te beginnen bij Hollywood enzovoort, met de seksuele daders onder één hoedje spelen? Zouden al de bovengenoemde kringen van personen in een grondig onderzoek wegens verdacht zijn voor pedocriminele intriges kunnen standhouden? Vindt hier een privé georganiseerde infiltratie van onze volksvertegenwoordiging plaats? Een doelgerichte omzeiling van democratische verordeningen? Is hier een schijnstaatsgezag aan het werk? Deze mogelijkheid is niet uit te sluiten, want zelfs in Oekraïne worden voortdurend seminaries en scholing gehouden voor het onderwijzend personeel van de scholen die door privégeldgevers, wie zijn ze precies, vooral uit Zweden, georganiseerd worden. Dit gebeurt niet in het openbaar of bijvoorbeeld in de scholen, maar in gehuurde ruimtes en hotels door externe deskundigen. Achteraf worden deze studies er dan systematisch bijgehaald om te bewijzen hoe belangrijk en noodzakelijk het voor de kinderen zou zijn zo vroeg als mogelijk seksuele ervaringen op te doen. Een spreker van de orthodoxe kerk zei daarover: er wordt systematisch te werk gegaan om een natie te infiltreren en te vernietigen. Kijkt men echter wat nauwkeuriger, dan bevinden zich daar als drijvende kracht voor overal homo- en lesbienne organisaties en dergelijke achter. In Zwitserland zijn dit, naast vele anderen, bijvoorbeeld de Pink Cross, de pedofiele gezinde Juso en de Genozin in Zwitserland. Verder lesbienne organisatie Zwitserland, de Vriendenvereniging van de Homofielen, daarbij zonder herkend te worden allerlei ondergronds werkende pedofielen. In hun positiedocumenten eisen ze radicaal de voortzetting van de zogenaamde maatschappelijke bevrijding, als zouden daar zijn. De maatschappelijke begrippen mannelijk en vrouwelijk moeten opgegeven worden. De seksuele oriëntering en partnerbegrippen moeten van iedere vorm bevrijd worden, bijvoorbeeld relaties met meer dan twee deelnemers. Het gezin moet niet meer op biologische verwantschap gebaseerd zijn, maar op een sociaal netwerk zonder vaste vorm. Een kind zou bijvoorbeeld ook vier ouders mogen hebben. Wie Kinsey en zijn soortgenoten nog wat grondiger onderzoekt, zal vaststellen dat hun doelen liggen in de herbeleving van en de terugkeer tot de heidense rituelen, in heteroseksuele en homoseksuele prostitutie, in de pornografie onder volwassenen, onder kinderen en tussen hen, en enige dingen meer. Ja, wat kunnen we doen? Wanneer trekken we deze mensen werkelijk uit het verkeer? Het is tegenwoordig met het internet heel eenvoudig zich hier te overreden. En wat daar allemaal geplaatst wordt, ik vind het eigenlijk een absolute brutaliteit. Dat men daar niet rigoureus voor gaat. Het is immers eenvoudig deze internetsites te sluiten of te blokkeren. Daar zou ik met u op de straat gaan en handtekeningen verzamelen en zou interviews laten maken en zou gewoon daartegen handelen. Ik zou dat niet willen voor mijn kind. Ja, ik denk dat behoort gewoon al vroeg bestreden, het thema, en niet pas wanneer het te laat is. De hele seksualiteitsreclame moet gewoon verboden, precies zoals het rookverbod. Ik zou al op mijn achterste voeten stellen en kijken dat dat gewoon bekend wordt. Een beetje meer verstand inzetten. Zo'n flauwekul wat van de USA komt, is niet altijd alles goed.
Men ziet het immers wat daaruit komt. En men moet dus werkelijk zelf oppassen op de kinderen. De staat doet niet veel daarvoor. De staat zegt oké, maar kinderen, maar de staat doet daar eigenlijk niks voor, in het Duits gezegd. En van daaruit vind ik het oké dat men meer zou moeten oppassen tegen kinderschenden en dat alles. Zelf en als volk moet men oppassen. Als vader heb ik toch al angst, sowieso wanneer ik mijn kind naar de kleuterschool stuur, dat zoiets niet met hem gebeurt. Daar moet ik kijken wat voor mensen daar trouwens werken en wat voor mensen dat zijn. Daar moet de staat ook oppassen. Gezond mensenverstand. De ouders moeten voor hun kinderen kijken. Daar heb ik geen studies voor nodig. Daar heb ik helemaal niets voor nodig. Dus allereerst moet men daarover voorlichten. Ik denk, niemand is daarvan op de hoogte. Bijvoorbeeld op het nieuws tonen, op een documentatiefilm daarover draaien. Wanneer zal de menselijke samenleving eindelijk afscheid nemen van kindjes mensenverachtende onderzoeken en zich met de slachtoffers bezighouden? Dit waren een paar korte inzagen in het leven van de hoofdfiguur achter de schermen van een snel naderende verplichte seksuele opvoeding. Ik bedank onze studiogasten voor hun medewerking. En u, geachte kijkers, dat u erbij was vandaag en uw toekomstig meewerken. Want wie mensen en kinderen lief heeft, voor hem wordt verzet tot plicht.